Hallo allemaal, daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van de Babbelbox. Ook vandaag zit ik met drie praatmaatjes in de praatbox. We gaan weer eens naar ze luisteren. Laten we kennis maken. Hi guys. Hi sir. Hoe gaat het met jullie? Dat gaat goed hoor. Het gaat goed, ook met jou? Goed. Oké, ga jullie me vertellen hoe jullie heten. Jij eerst. Roosje. Hoe? Roosje. Oké, en jij? Janwi. El-Yakim. El-Yakim, oké, alleen maar mooie namen. Hoe jong zijn jullie? 8 jaar. 8 jaar? 9. 9? 7. 7. 8, 9, 7. Oké, okay, ik ben 15. Oké. Okay. Kan het? Ik kan niet. Waarom? Maar als je gymteacher bent, en je bent 15, kan het niet. Je moet bijna 45 zijn. Je kan 20 zijn of 9. Oké, maar als je naar me kijkt, hoe oud zou je denken dat ik ben? 60. Oké, okay. En jij? Ik denk 35. 35, 40. 40. Oké, okay, jullie hebben allemaal gelijk, ik ben echt oud. Oké, okay. Genoeg over mij. Dan wil ik even weten, als jullie allemaal twee kleuren voor me kunnen noemen, noem jij twee kleuren voor me? Groen, blauw. Jij? Zwart, rood. Oranje en geel. Oké, okay, alleen maar mooie kleuren. Nu komt de vraag. Wat is jullie favoriete kleur? Groen. Van jouw kleur? Groen. Waarom groen? Want speciaal wat ik van groen, want ik wil echt graag een militair worden wanneer ik ouder word. Maar ik ga niet in war, maar ik ga alleen voor de band spelen. Oh, oké, oké. Ik zit al op drumles en op een brassband. Oh, dan ben je in de band van militair. Ja. Oh, zo leuk. Oké. Okay. Want ze waren al bij mijn drumles gekomen. Oh, die militairen, hè? Ja. En je vond het tof. Groen. Oké. Okay. Ja, ik hoor van hoe ze dromen, maar ik heb ook een paar films. Oké, okay, dan moet je me ze later lezen. Ik heb mijn telefoon niet bij me. Oké, okay. Ik ga je opzoeken op Facebook. Ik heb geen Facebook. Oké, okay, ik ga ze vinden. Oké, okay, dan gaan we nu naar Janui. Wat is jouw favoriete kleur? Ik hou van zwart. Zwart. Oké, okay, waarom zwart? Het is eenvoudig en alle meisjes van mijn klas houden van paars of roze. Die van zwart, gewoon zwart. Je hebt liever zwart aan. Je haar zwart, het hoeft niet roze te zijn. Je kleren ook zwart, je schoenen ook zwart. Oké. Zwarte sokken, zwarte broek, zwarte kleur. En je favoriete kleur is groen. Ja. En wat is jouw favoriete kleur? Blauw. Blauw. Oh, waarom hou je zoveel van blauw? Ik vind dat ik van politie hou. Oh, van politie. Oh, blauw van die politie uniformen. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. En mijn favoriete kleur is grijs. Weet je waarom? Mijn baard wordt grijs. Oh ja, het is hier aan. Ja toch? Oké, oké, oké. Als je zelf een kleur mocht maken, hoe zou die kleur heten? Eigenlijk zou die van mij eigenlijk, weet niet hoor, maar het is eigenlijk lichtblauw. Lichtblauw. Oké, okay, en hoe zou het heten? Ook gewoon lichtblauw? Of zou je het een andere naam geven? Lightbulb. Lightbulb. Oké, lightbulb wil we zeggen dat het lichtblauw is. Oké, okay. En jouw kleur? Voor mij gaat dit als een groen-blauwachtige kleur. Het gaat aquamarine. Aquamarine. Want het is een kristal in een mantelkist. Oh, oké. Okay. Volgens mij weet ik groen-blauwachtig. Oké, okay. Aquamarine. Oké, okay. En jouw kleur? Groen met roze. Hé, hey, dat is een toffe kleur. Hoe zou die kleur heten? Je kan het ook jouw naam geven. Ja toch? Kan dat? Ja toch? Want ik heb veel namen. Oké, okay, dan geef je kleur één van die namen. Welke kleur? Welke naam zou het krijgen? Aden. Aden. Oké. Okay. Aden is een groen-roze kleur. Oké, okay, dan wil ik jullie nog iets vragen. Kijken jullie of luisteren jullie naar nieuws? Niet altijd. Niet altijd. Waarom niet? Ik kijk alleen naar die voetbal. Oh, alleen sportnieuws. Oké. Okay, voetbal ja. Alleen hoor. Oh, voetbal. Alleen voetbal. Vooral PSG. Oké, okay, je houdt niet van andere nieuws. Nee, ik kon niet van andere nieuws hoor. Oké. Okay. Maar ik hou ook niet van andere landen die wat zo speelt. Oh, ja. Yeah. Vooral Portugal. Oh ja, yeah. Oké. Okay. Maar PSG wel. Ik hou erg ervan. Oké. Okay. Kijk jij naar nieuws? Oké, okay, en waarna? 10 minuten journaal. 10 minuten journaal. Alleen op door de week, niet op zondag. Mm-hmm.
Oké, okay. En jij kijk je naar nu? Nee, hè? Alleen naar tekenfilm. Oké, okay, maar je kan heel veel leren van het nieuws, toch? Maar ook van kinderprogramma's kan je veel leren. Ja, toch? Wat leer jij van die tekenfilmpjes? Waarnaar je kijkt? Om te lezen. Om te lezen? Wat nog meer? Om te schrijven. Schrijven, oké. Okay. En naar welke programma's kijk je? Welke tekenfilmpjes kijk je? Nee, sorry. Cocomelon ook. Oh, Cocomelon is voor kleintjes. Jij bent al groot. Oké. Okay. Ik ben geen baby meer. Oh, Cocomelon is voor baby's. Oh, maar ik kijk nog. Oké. Okay. Jij, wanneer je naar 10 minuten jeugdjournaal kijkt, wat leer je daar? Wat heb je al geleerd? Wat heb je een keer daar gehoord dat je zegt, hé, dit is echt mooi om te horen? Oh, toen ze daar waren, aha. En dan... Oh, dat, oké. Okay. Ik was daar en ik was ook een keer daar gekomen. Mm-hmm. We moesten surveillance tekenen. Oh, en dan had je ook een van die tekeningen gemaakt, oké. Okay. Dat was in 2021. Oh, dat was je nog jong, maar nu ben je niet meer zo jong, hè? Oké. Ja, en jij? Wat leer jij allemaal van voetbalnieuws? Alleen wat ik leer is nieuwe kicks en... En nieuwe voetballers, mm-hmm. Maar van PSG ken ik allemaal. Je kent ze allemaal? Ja, Frans ook. Noem 4 voor me. Mbappé, mm-hmm. Messi, mm-hmm. Neymar, mm-hmm. Hakimi. Oké. Ik ken maar 1. Oké. Ik ken alleen Ronaldo. Yo, die waren Ronaldo. Hij is niet de GOAT. Oké. Hij is zo speed aan hem opvallen. Ja, maar Messi is de GOAT, ne? Nee, Mbappé. Oh, Mbappé. Oké. Okay. Ja, want hij heeft de eerste World Cup voor Messi gewonnen. Oh ja, dat klopt. Je bent heel goed geïnformeerd. Dus nieuws is... Mag ik ook horen? Waarover praten jullie? Oké. Okay. Maar nieuws is dus belangrijk. Ja, toch? Want je kan weten wat er in de wereld gebeurt. Wat er in het land gebeurt. Je kan van alles weten over voetbal. Over surveillance. En ook leren schrijven en lezen. Ja, toch? Oké, okay, daar heb ik nog een vraag. Smaken. Jullie weten wat smaken zijn? Yes. Zout is natuurlijk zout in je mond, suiker. Oké, als je zelf een smaak mag bedenken, waarnaar zou het proeven? Waarnaar zou het smaken? Zou het zoet zijn, zuur? Vertel me. Chocolade. Nee, maar mama, vooral die ice cream van chocolade. Die popsicle van de chocolade. Mm-hmm. Heerlijk. Is life. Oké, okay. Maar je mag zelf een smaak maken. En het ook een naam geven. Hoe zou die smaak eruit zien? Wat zou er allemaal erin zitten? Suiker. Wow. Suiker? Wat nog meer? Vijf kleine stukjes chocolade. Mm-hmm. En dan melk. Een beetje suiker, 5 stukken chocolade en melk. Yes. En hoe zou die smaak eten? Hoe zou het eten? Henry Danger, de pandi. Wacht, nog een keer. Handy, Danger, de... Pandi. Ja, maar ik heb geen naam. Nee, het is een mooie naam. Handy, Danger, de Pandi. Maar ik heb ook een film, ik hou echt ervan. Mm-hmm. Want ik heet Handy, Danger. Oh, en daarom is die smaak Handy, Danger, Pandi. Pandi. Oké, jouw smaak. Hoe zou jouw smaak zijn? Wat zou het zijn? Zoet, zuur, bitter? Ik hou van zout en zuur, maar ik... Zou je ze mixen? Dat gaat niet lekker zijn, hè? Dat gaat erg niet lekker zijn. Vooral met zout. Gordon Ramsay gaat zo vallen. Oh, je zou hem laten proeven. Oké, okay, dan wat zou er wel zijn in je smaak? Hoe zou het zijn? Niet bitter. Oké. Bitter. Zuur. Nee, ik denk zout gaat goed zijn. Zout. Oké, okay, en hoe zou die smaak heten? Gewoon zout. Gewoon zout. Ik ken niet een andere dingen. Oké, is niet erg. En jij? Hoe zou jouw smaak zijn? Bitter volgens mij. Ja. Ja, toch? Bitter, zeker. En hoe zou het heten? Je hebt zoveel namen. Misschien kan je toch ook een naam van jou geven, hè? Ja. Hoe zou je bittere smaak zijn? Hij gaat een harde tijd krijgen. Als hij één stuk zout proeft. Direct. Ja, nou, hij kan niet tegen zout. Maar ik zie ook op nieuws dat Gordon Ramsay had ook kinderen leren om pizza te maken en zo'n famous dish, mm-hmm. Die
de Beef Wellington. Huh? Jullie praten Engels. Jullie kunnen Engels praten? Ja, niet zo. Ik kan een beetje. Oké. Eén woord alleen in Japans. Dat is hallo. Hallo. Hoe zeg je dat? Konnichiwa. Oh. En dat Spaans kan ik zeggen hola. Tu me gustas. Oké. Kan jij ook een andere taal in het Engels? We gaan allemaal groeten. Jij zegt? Wat? Hello, how are you? En jij? Mag ook in Sarana Tongo hoor. Kunnen jullie Sarana Tongo praten? Ik niet, ik niet. Je kan niet of je mag niet? Ik kan ook niet. Het was een soort boek van mijn school. Maar we moesten een soort liedje zingen. En het was een soort Sarana Tongo ding. En ik weet niet eens wat het heet. Jullie kunnen geen Sarana Tongo praten? Nee, helemaal niet. Oké, ik ga jullie iets vragen, dan moeten jullie me zeggen. Fawaka. Hola. Fawaka, dan moet je zeggen, hey, go. Want fawaka, ja, want fawaka betekent hoe gaat het. Ja toch? Oké, nog een keer. Fawaka. Oké, nogmaals goed. Dankjewel, alle drie hele flinke kinderen. We gaan jullie de volgende keer zien. En ze gaan jullie allemaal nu groeten. Laten we ze groeten. Bye! Dag jonge dames. Dag. Hoe gaat het met jullie? Goed. Ik ben Suzanne Hek. Leon Chintu Hek eigenlijk, maar we houden het gewoon op juffrouw Suzanne. Ik ben schoolleider in het dagelijks leven. Dus dat wil zeggen dat ik heel vaak bezig ben met kindertjes. Maar in dit geval ben ik bezig met speciale kindertjes. Dus ik zit binnen het speciaal onderwijs. Nou, ik weet niet als jullie willen weten wat dat allemaal inhoudt of wat ik allemaal daar doe. Maar je hebt nu de kans om die vraag te stellen. Hoe oud bent u? Hoe oud schat je mee? 33. Wauw, dat is een plus. Ik ben 39 jaartjes jong. Ik ben 25 maart jongsleden 39 jaar geworden. Maar men zegt je voelt je zeg maar zo oud als je bent. Maar dat heb ik niet, want ik voel me nog heel erg vitaal. En hoe ik met kindertjes omga, dat kan ik soms ook goed als een kind doen hoor. Op welke school ga je nu lesgeven? Ik heb op de Nieuwe Christelijke School lesgegeven. Ik heb op de Kangaroo School lesgegeven. Nu ben ik op de Grietjeby School. En dus daar werk ik met de speciale kindertjes. Welke speciale kinderen? Het zijn kinderen met zeg maar speciale behoeften. En dus ze hebben leerproblemen. Dus kinderen die niet zo vlot kunnen leren. Maar dus ze hebben een bepaalde ziektebeeld die maakt dat ze niet zo vlot kunnen leren. En dan denken we aan ziektes zoals dyslexie, autisme. Soms hebben ze ook last van tics. En dus dat soort ziektebeelden maken dat ze niet zo vlot kunnen leren. En dus wij, binnen het speciaal onderwijs, proberen ondanks dat de kinderen te begeleiden om misschien niet tot leren te komen, maar ze tenminste de basisvaardigheden van het leven om zichzelf redzaam te kunnen maken, bij te brengen. Wat is dyslexie? Dyslexie is een leesstoornis waarbij de kindertjes moeilijk lettertjes aan elkaar kunnen regen om één woord te vormen. Bijvoorbeeld als ze zien is het voor hun moeilijk om het aan elkaar te regen in de juiste volgorde. Soms heb je het ook dat ze de woorden in plaats van man lezen, dan lezen ze nam, want zij zien het zo. En het is heel moeilijk voor hun omdat zeg maar in hun hersentjes die juiste volgorde niet is als bij kindertjes of andere mensen die wel het woordje man herkennen. Zijn sommigen gehandicapt? Ja. Je hebt kindertjes die bijvoorbeeld niet goed kunnen lopen of bijvoorbeeld een korte arm hebben
Of sommigen hebben Down-syndroom. Dan is het echt zichtbaar in hun gezicht. Ze hebben een dikke tong. Dus dat soort dingen komen wel voor. Wilde je altijd al je vrouw worden? Nee. Ik wilde heel vroeger, toen ik jouw leeftijd had, wilde ik brandweervrouw worden. Alleen omdat ik het een heel stoere job vind en het vol uitdagingen zit. Ik hou van dynamiek. Het moet niet saai zijn. En ik dacht, dat is echt de perfecte job voor mij. Jammer genoeg vond mijn vader dat geen goed idee. En hij wilde liever dat ik iets anders deed. Dus toen heb ik voor dit beroep gekozen. En ik vond het niet altijd vanaf het begin leuk. Maar ik vond het wel altijd leuk als ik sprak en mensen naar me luisterden. En dus dat is eigenlijk mijn grote motivatie geweest om in het onderwijs te blijven en bezig te zijn. Ging je vroeger veel van uitdagingen houden? Nog steeds. Nog steeds. Als ik een doel voor ogen heb, wil ik er alles op aan doen om dat doel te bereiken. En natuurlijk, doelen bereik je niet over gladde wegen. Dus ik vind het wel altijd leuk, ja. Wanneer je op school bent, luisteren die kinderen altijd naar je of zijn ze soms? Nee, kinderen luisteren nooit altijd. En dat gaat niet alleen om de kinderen met speciale behoeften, maar het gaat gewoon om alle kinderen. Omdat kinderen gewoon kind willen zijn en ze hebben niet altijd zin in luisteren, toch? Ook grote mensen hebben dat probleem, hoor. Maar de kindertjes bij mij op school, omdat ze anders zijn, dan is het voor hun een stukje moeilijker om te luisteren. Maar omdat wij, die met ze omgaan, dat weten, dan houden we ook rekening daarmee. Dus de toenadering naar zulke kinderen toe is anders. Heeft hij altijd geduld met die kinderen? Nee, ik ben ook mens. Ik heb niet altijd geduld, maar als ik merk dat mijn geduld opraakt, dan ga je me altijd zien lachen. Of dan adem ik diep in. Vechten ze soms met elkaar? Ja, die kinderen vechten ook. Ze zijn soms ook, ze hebben ook emoties, toch? Dus soms zijn ze blij, soms zijn ze verdrietig, soms zijn ze boos. Dus dan gaan ze ook vechten, ja. Zijn sommige van die kinderen doof? Nee. De kinderen die doof zijn, gaan dan naar een speciale school waar er uitsluitend wordt gecommuniceerd middels gebaren. Oké, lieve dametjes. Ik vond het heel leuk om bij jullie te zijn. Ik heb genoten en ik hoop misschien dat jullie ook misschien veel later dezelfde keuzes kunnen maken om een voorbeeld te zijn en een bijdrage te leveren aan het welzijn van de kindertjes binnen het speciaal onderwijs. Daar zijn we weer. We zijn bij het gedeelte waar we de siblings uitnodigen om te kijken hoe goed ze elkaar kennen. We zitten hier met, hoe heet jij? Vishant. En je zus heet? Shanvi. Oké, we gaan jou een paar vragen stellen en zo meteen gaan we kijken hoe goed jij je zus kent. Ja? Oké. Wat is je zus de favoriete kleur? Zwart. Zwart, oké. Wat wil ze later worden? Dokter. Dokter. Zeker. Oké. Wat is de favoriete vak op school? De favoriete vak tekenen. Tekenen. Oké. Waarvan houdt je zus meer? Zingen of dansen? Geen enkele van ze. Geen van ze. Oké. Okay. En wat is de favoriete eten? Noedels. Noedels. Ze kan dat de hele dag eten. Oké, dan heb ik nog, laat me zien, nog twee vragen. Wat is haar favoriete hobby? Haar favoriete tekenen. Tekenen, ook tekenen, oké. En kan je zus iets doen dat niemand anders kan? Of dat je alleen bij haar hebt gezien? Nee, niet. Niets. En wat vind je zus? Dat jij stouter bent of zij stouter is? Ze vindt dat ik stouter ben. Dat vindt ze? Oké, dan gaan we de vragen nu. Here we go. Heb je ons gehoord? Nee, hè? Nee.
Oké, we hebben je broer een paar vragen gesteld. En dan gaan we nu jou die vragen stellen om te weten als hij je net zo goed kent als jij jezelf kent. Dan gaan we beginnen met de eerste vraag. Hoe heet je broer? Christian. Hoe heet jij? Sammy. Alvast twee vragen goed. Ja dan. Oké, ik heb hem gevraagd, wat is je favoriete kleur? Wat is je zwart. Zwart. Really? Ja. Really? Ja. Wat is je, wat wil je later worden? Een acteur. Acteur. Oké, ja, actrice. Oké, okay, goed. Deze had ik dramatisch ben. Oh, daarom wil je acteur worden. Oké, oké. Hou je meer van zingen of dansen? Geen van ze. Really? Really? Oké. Okay. Wat is je favoriete vak op school? Tekenen en werkstuk. Tekenen en werk. En hoofdrekenen. En hoofdrekenen, oké. Okay. Kan jij iets doen dat niemand anders kan doen? Ja. Wat? Lenig. Oh, je bent lenig. Oh, oké, okay, oké. Okay. Als je maar van sommige kinderen kunnen, dat ook wel bedoel je. Ja, ja, ja. Meeste. Meeste, ja. Is oké. En dan heb ik nog een vraag toch? Wie van jullie twee is stouter? Jij of je broer? Hey. Heeft ze gelijk? Mijn moeder vragen. Ik zou je moeder moeten vragen. Oké, van de gestelde vragen hebben jullie maar eentje mis. En dat is? Jij mag het zelf zeggen. Van wat ze later wil. Wat ze later wil worden. Jij hebt gezegd je wil later? Acteur. Ja. En jij hebt gezegd ze wil? Ze wil een dokter worden. Dokter worden. Je zou dokter willen worden vroeger. Dat zei je vroeger. Ja, want mama wilde eentje worden. Ze wil dat ik ook eentje worden. Oh, maar jij wil liever acteur. Ja, actrice worden. Bloed maakt me bang. Oh, bloed maakt je bang. En in een film heb je geen bloed. Ze hebben verf. Ze hebben, oh, is nep bloed. Oké, okay. Nee, deze siblings kennen elkaar heel erg goed. Of althans, jij kent je zus heel erg goed. Dan gaan we naar de volgende keer. Ja, groeten jullie iedereen weer. Bye! In de bubblebox zijn we blij. Anders zijn we lekker vrij. Lachen en babbelen, we're 14. Zo kan de hele wereld ons zien. Stap in de bubblebox, groot en klein. Zie onze wereld, oh zo fijn. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.